In deze clip gaan we kijken naar nieuwe functies in Photoshop 2020 en in Lightroom Classic 2020 die in juni zijn toegevoegd aan deze programma's. Uh, hier zie je een lijstje met uh, alle aanpassingen of nieuwe functies. Nou, die gaan we niet allemaal bespreken. Uh, onder deze clip zit, zitten twee linkjes. De een naar alle aanpassingen of nieuwe, nieuwe functies in Photoshop en de andere naar de nieuwe functies in Lightroom Classic. Uh, bekijk die maar eens op je gemak. En er staan ook eventueel filmpjes bij. Op, op YouTube is sowieso een heel boel te vinden over deze nieuwe updates. Uh, wij gaan uh, slechts uh, twee dingen per programma behandelen. En dat is in Photoshop het nieuwe onderwerp selecteren. Automatisch onderwerp selecteren. En de nieuwe uh, camera roll in Photoshop. En we kijken even in Lightroom naar een nieuwe functie om lokaal de kleurtoon aan te passen. Hè, met twee voorbeeldjes en een andere Overlay voor het uitsnijden. Goed, dat zie je vanzelf. Laten we maar eens beginnen met Photoshop. En uh, die optie die ik wil gaan behandelen, dat heet onderwerp selecteren. Die zie je als je links een selectiegereedschap, een automatisch selectiegereedschap, geselecteerd hebt: bijvoorbeeld het Magic Wand, hè? dus het toverstafje gereedschap. Uh, om iets vrijstaand te maken. Nou in dit geval zou ik daar kiezen, zou ik klikken en dan kun je heel veel dingen doen. En uiteindelijk is die dame met dat haar wel vrijstaand om er een andere achtergrond achter te zetten. Maar wanneer je op zo'n gereedschap klikt hier aan de linkerkant, dan zie je daarboven onderwerp selecteren. Dat zie je in de vorige versie van Photoshop ook, alleen de functie is verbeterd. En we gaan maar eens kijken hoe dat werkt. Dus we zorgen dat we de laag geselecteerd hebben die we willen. En we klikken op onderwerp selecteren. Nou, dan moet je even wachten, want je ziet nu de cursor in een paar cirkeltjes veranderen. En zowaar is er al iets gebeurd. En nu moet je even afvragen: ja, wat is er nou gebeurd? Want je ziet inderdaad die, die selectie netjes rondom die dame heen. Nou, we maken er even een laagmasker van. Hè. Daar klikken we even op. Dat zien we nu. En dat laagmasker kunnen we bekijken. Dat is dat, uh, dat zwart-wit icoontje hiernaast door de Alt-toets in te drukken en dan te klikken. En dan zien we deze selectie en ja, je moet toch even opletten. Alles rondom het shirtje wat ze aan is mooi strak bij de haren. Daar worden dingen transparant en je ziet klein. Het, het is echt een fantastische job die Photoshop nu doet voor het vrijstaan maken van een voorwerp in het algemeen, maar ook van haar. Dat is altijd een probleem. Ik heb er een tutorial over geschreven aan het eind van deze clip. Zie je daar een linkje van en anders een linkje hieronder. Maar dat is, dat is best wat werk. En de basis waarvan je dus nu uitgaat. Is zoveel beter dan in de vorige versie. Want daar zie je het resultaat van hetzelfde knopje. Zie je daar. Dat is duidelijk een, een heel groot verschil. Daar moet je heel veel meer werk gaan doen. Dan dat je nu al hebt. Dus wanneer je dit nu verder wil gaan verwerken. En ik zeg al daar zit een linkje onder deze clip. Dan krijg je. En we zullen het even snel laten zien. Dan krijg je dit resultaat. En dat is natuurlijk prachtig. Want stel ik zou die achtergrond willen vervangen. Ja door iets anders. Ze blijft mooi vrijstaand hè. je ziet geen rare kleuren Het is, de haren zijn transparant ja dus ja door de nieuwe functie onderwerp selecteren of door de door de, de werking van de nieuwe functie onderwerp selecteren ja is is dat gewoon een veel makkelijkere zaak ik 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 kan andere voorbeelden laten zien die misschien nog moeilijker zijn doet hij ook goed ik, ik moet zeggen ik ben echt onder indruk van deze nieuwe slimme vrijstaand maak functie goed dat is één ik zou zeggen, kijk die tutorial. Want zijn maken van haar is nu een makkie geworden. We kijken nog even naar uh, de camera roll. En nou, we hebben hier drie bestanden. Die gaan we openen in Photoshop. Dus die slepen we maar gewoon eens in Photoshop. En dan opent zich een nieuw dialoogvenster. En in dat dialoogvenster. Ik moet even ietsje kleiner maken zo, want anders dan is het buiten beeld. Dat is camera roll 12.3 zie ik hier. Daar zie je dat de interface veranderd is. De functionaliteit is hetzelfde, maar de interface is anders. En die interface die lijkt nu veel meer op Lightroom. En daarbij zijn we blij om, want wanneer je een rolfoto foto opende in Photoshop, dan moest je toch even kijken waar zit alles en wat, wat, wat moet ik nu doen? Ja, nu zie je aan de onderkant gewoon een filmstrip. Die filmstrip kun je wel of niet laten zien. Dat is makkelijk. Je kunt sterren toevoegen, je kunt foto's weggooien. Je kunt voor en na laten zien. En wat bijvoorbeeld leuk is. Wanneer je ze allemaal selecteert. Dus de eerste selecteren. Dan de shift doet ingedrukt. Dat ze alle drie geselecteerd zijn. Kijk wanneer je nu naar standaard gaat. En ik wil de belichting wat verhogen. En ik wil de schaduwen wat open trekken. Ja, en ik wil de nevel een beetje verwijderen. En ik wil de kleuren wat aanpassen. Dan doet hij dat meteen op al die thumbnails. Ja, aan de rechterkant zie je hier nog dat je kunt bijsnijden. Kijk die zaten... Deze functies hier aan de rechterkant, die zaten vroeger hier bovenin. Het was gewoon allemaal wat moeilijker. Nu heb je alles makkelijk bij de hand en is het heel bekend, want het is een soort Lightroom geworden. Nou, dat zijn dus de twee dingen die we even willen bespreken in Photoshop. Dus het, het onderwerp selecteren, wat veel beter gaat dan vroeger, veel nauwkeuriger. En daar, daar profiteer je vooral van wanneer je haar vrijstaand wil maken. Ja, en de nieuwe Camera Raw. Functie, plugin, zeg maar. Waarmee je dus net als in Lightroom je, je foto's kunt bewerken. En dat je dus geen ontwennings- of verwennings- of aanpassingsverschijnsel krijgt. wanneer je van Lightroom overstapt op Photoshop. Nou, dan gaan we nu eens kijken. wat er in Lightroom anders is. Hier zijn we in Lightroom en daar wil ik twee kleine dingetjes laten zien. Je kunt heel veel meer, maar ook daarvan zit er staat een linkje onder deze clip. Klik daar eens op en dan zie je de hele scala van zaken die. Uh, die ja, verbeterd zijn in. Uh, in Lightroom. Het tweede van die gaan we nog apart behandelen: dat is uh, de ISO-adaptieve voorinstelling. En de nieuwe standaard voorinstellingen. Maar goed, dat komt nog apart, want het is een wat meer gespecialiseerd uh, iets. Dit gaat over uh, een nieuwe overlay in het bijsn bij bijsnijden en aan het Lokaal kunnen aanpassen van de kleurtoon. Laten we maar beginnen met die nieuwe overlay bij bijsnijden. Nou, bij te gaan snijden, druk op de letter R. En deze foto euh, zou we graag vierkant willen hebben. Dus wat doen we? We gaan naar origineel. We gaan naar 1 op 1. En dan zie je dus het vierkante kader. Nou gaat het even om, hoe positioneer ik dit nou? Hè? Um, nou voor mijn gevoel zei ik dat, dat dit zou kunnen. Uh, maar er is een compositie idee dat je soms het een bepaald onderdeel precies centraal wil zetten. Dat, dat kun je eigenlijk niet zomaar doen op het gevoel wanneer je dat precies moet doen. Daar heb je hulp bij nodig en die hulplijnen, hè, dat is die overlay, die kun je aanpassen. Het druk eens op letter O, ja, en je ziet hier de overlay met een kruis naar het midden, een diagonaal kruis en hier een horizontaal en verticaal kruis. Ja, dit zijn dus de, de andere, die kenden we al, ja. maar dit is dus de, die nieuwe overlay. En ja, dan kun je zeggen, ja, ik moet het puntje van de neus wil ik eh, precies in... In het midden hebben. Nou, dat is even, even vogelen en dan, dan staat het daar. Uh, nou op zich, uh, ja, leuk. Uh, het kan voor sommige composities een toegevoegde waarde zijn. Dus dat was de nieuwe overlay bij bijsnijden. Verder gaan we eens kijken naar het lokaal veranderen van de kleurtoon. Kijk, tot op heden kleurtoon moest je veranderen in HSL. Dat is hier. En dan zie je kleurtoon staan. En wanneer je dan met bijvoorbeeld oranje of met iets dergelijks gaat slepen of met rood, ja, kun je onderdelen aanpassen. Maar je ziet, stel ik zou het gezicht van het kindje aan willen passen, dat ook de lippen van de vrouw die erbij zit, ja, aangepast wordt. En dat wil je niet. Die moet rood blijven, maar het gezichtje moet ja in wezen wat geeler van tint worden. Goed. Nou, tot op heden was dat niet mogelijk om dat in Lightroom te doen. Daar moest je Photoshop voor gebruiken om dat lokaal te doen. Nou, wanneer ik nu bijvoorbeeld het aanpassingsgereedschap pak, maar het kan ook het radiaal gereedschap of het grijs verloopfilter zijn, is er een nieuwe optie bijgekomen en die heet kleurtonen. Die zie je daar staan. Ik heb alvast een, 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 een gebied geselecteerd met het aanpassingsgereedschap. Ja. En wanneer ik op letter O druk, dan zo zie je wat er geselecteerd is. Dat zijn dus het handje en het gezichtje. Hoe kan ik dat nou aanpassen? Nou, je kunt dat schuifertje wat er zit bij kleurtoon, kun je naar links en rechts sluiten. Je merkt dan wel dat op het moment dat je dat met je muis doet, dat, dat gaat redelijk hard. Dus ja, dit is veel te geel natuurlijk. En, en zo wordt het te paars. Dus, daar zit er ook een optie onder. We durven dubbelklikken, zet je op 0. Fijnafstemming. En die fijnafstemming zetten we maar eens aan. Die kun je trouwens ook on fly aanzetten door de alt-toets ingedrukt te houden. Maar we zetten hem nu vast aan. Wanneer ik nu naar rechts ga, zul je zien ja dat die kleur van die huid duidelijk een stuk beter wordt je kunt nog iets doen aan de belichting zo ja en op het moment dat je dat gedaan hebt ja is het verschil dit of dit en dat kan dus nu lokaal ja dat is echt super handig. Ja, heel veel portretfotografen zullen hier blij mee zijn. Ja, wanneer je groepsfoto's hebt, en er zitten sterke verschillen in huidstinten in. Ja, dan pas je dat op deze manier aan, hoef je niet meer naar Photoshop. Kun je dus rechtstreeks in Lightroom doen. Overigens is dit niet alleen beperkt tot, tot huidstinten. Je kunt natuurlijk ook creatief aan de slag. En dat, dat zie je bijvoorbeeld hier. Nou, je ziet, ik heb, ik heb al een, een selectie gemaakt met mijn aanpassingsgereedschap. En bij de ene heb ik de bloem. Want het zijn. Het zijn natuurlijk allemaal klaprozen, rode klaprozen. Heb ik de bloem blauw gemaakt? Daar kun je hem groen maken en daar kun je paars maken. Dus ja, zo, zo simpel werkt dat dan. Dus zowel voor serieuze doeleinden, als huidstinten, als creatieve doeleinden kun je nu lokaal de kleurtoon aanpassen. Nou, tot zover. Alle aanpassingen die, die we snel kunnen bespreken in Photoshop en Lightroom met de update van juni 2020. Ik zou zeggen, beslist, kijk in de linkjes die hieronder zitten, dan kun je alle aanpassingen of de nieuwe functies zien. Ja, en uh, we zullen beslist nog wat uh, clipjes uitbrengen waarin we bepaalde functies nog wat diepgaander gaan bespreken. Tot zover.